Een glaasje water willen wij. Ja, het gaat eraan komen. Oké, we gaan van start. We doen het hier altijd zonder microfoon. Als iedereen stil is, dan kunnen we luisteren, hangen we aan manse slippen. Want wij doen het altijd zonder microfoon. Ik zal het best doen. Ja. Oké. Hermanse Berendina heet je eigenlijk. Hè? Dat vind ik eigenlijk een naam voor zo'n rijkaar. Hermanse Berendina. Dat zou leuk zijn geweest als mijn vader gewoon op de stammer was geweest. Ja. Die niets met een rijkaak te maken had. Maar ik heet zo omdat ik. Mijn ouders hadden. Mijn vader was de oudste van het gezin waar hij uitkwam. En de oudste jongens heette Herman Berend. Mijn moeder trouwde jong met mijn vader, die 10 jaar ouder was. Ze kregen 3 meisjes op een rijtje. Toen, om God mag weten welke reden, dat weet ik niet. 10 jaar niks. En toen moest dus eigenlijk die zoon dus geboren worden. Maar op zondagmiddag 1 uur 1925, 11 januari, was het weer een meisje. En ik geloof dat mijn vader best blij met haar was. Maar 1 moest er toch nog vader heten. En toen werd ik Hermanse Berendine. En Hermanse is een naam die nog wel aan het eind van de 19e eeuw voorkomt. Bij Carrie van Brugge vind je hem nog. En bij een nooit meer gelezen kinderboekenschrijfster, mevrouw van Osselen van Delden, komt ook nog wel een Hermanse voor. Maar verder is die naam vrijwel uitgesloten. Zou je ook niet voor kunnen komen bij Couperus, Hermanse? Het is echt zo'n naam, ja. Couperus, het is een naam eigenlijk boven onze stand. Oh. Maar ja. Hoe was jullie stand dan? Mijn vader had een huisschildersbedrijf en was een heel goede tekenaar en was zeer muzikaal. Hij is jammer genoeg gestorven toen ik 14 was, net voor de oorlog. Misschien was dat wel goed voor hem ook, ik weet het niet. Hij was niet zo geschikt voor de bezetting, denk ik. Maar het tekentalent zit nog bij de posten. Mm-hmm. En misschien is iemand van u kent Waldemar Post. Ja. Dat is een neef. Dus hè, dat bloed zit erin, dat tekenbloed zit er wel in. En er zijn ook wel posten die er geen beroep van gemaakt hebben, maar ook goed tekenen. Ja, goed erbij zitten. Het is, maar is het werk nu verstaanbaar? Ja. Nee, dit is Leo Schatz, die wil zich overal altijd mee bemoeien, maar die ga ik temmen. Ja, die ga ik temmen. Je vertelde dat jouw vader ook tekende. Hij was huisschilder, ja. Maar hij tekende ook. Dus, en je vertelde van dat je misschien zijn gave gekregen hebt. Dat ben ik wel overtuigd, ja. Ja. Ben je al als kind gaan tekenen? Ja, maar daar werd goddank geen drukte van gemaakt. Wat ik nu wel eens bezwaarlijk vind, is de enorme. Oh, komt natuurlijk ook omdat wij. Er is nog een broertje later geboren trouwens. Hoe heette die dan? Herman Berend. Heb je meteen Mansje genoemd? Mansje. Mansje. Ja, ik ben het lang Mansje geweest. Ik was ook niet zo groot. Maar het schreef je dat M-A-N-J-S-J-E? Of met Mansje wel, maar toen ik naar de middelbare school ging, ben ik Mansje geworden. Oké, ja. Dat vond ik ook wel mooi. Ja. Maar jouw eerste tekening als kind, er werd geen drukte van gemaakt, zei je? Nee, maar ik kreeg altijd, er was altijd papier, er waren altijd potloden. Maar het was niet zo als ik weer een poppetje had getekend dat de hele familie daar juichend is. Het was gewoon, mijn vader tekende overal, op elke zijn kastboeken. Hè. We hebben eens een keer controle gehad van de
hoe heet dat, van de belasting. Die komen dan naar de vroeg kijken. Dan komen twee mannen zitten een hele dag en die gaan dan... Die hebben wel opgekeken, denk ik, van alle gnomen en duivels die op de pagina's van de kastboek stonden. Hij tekende veel en hij speelde wel heel goed viool. Mm-hmm. Hoe die, zo'n arbeidersjongen dat heeft geleerd, ik weet het niet. Ik was te jong toen hij stierf om dat te vragen. Ja, want hij speelde viool, daar heb je ook tekeningen van gemaakt in het boek. Ja, dat heb ik meegebracht. Ik woon in een leunstoel. Ja. En daar staan ook tekeningen in de... Van je vader al viool spelend. Ja. Nou, hij staat erin, de rest van de familie niet. Want dat zijn herinneringen. En mijn vader staat erin omdat hij een herinnering was, omdat hij er niet bij was. Mm. Ja. Want je schrijft ook in dat boek dat je zusjes en je broer even niet mee mogen doen. Hè? Die gingen alleen op de trap zitten. Nou ja, kijk, ik was wat je noemt geen blijvertje. Die had je wel, zwakke kinderen. En ik had een chronische bronchitis en ze dachten dat ik misschien niet zo oud zou worden. Dan ben je toch nog lang geleden. Ja. En ik was ook wel teruggetrokken kind. Ik heb toch wel eens aan een veel ouder nichtje gevraagd, wat was ik eigenlijk voor een kind? En dat nichtje dat was in lichte verlegenheid gebracht en zei, och, je zat altijd wel ergens. Dus ik was nou niet zo'n kind dat ooms en tantes tegemoet huppelde. Ik vergat de omgeving een beetje en had een soort droomleven met een droomvriendinnetje. Josephine Beker, ja. En mijn veel oudere zusjes had ik het kennelijk over Josephine Beker. En ik vond dat een heel intrigerende naam. En heb mijn onzichtbare vriendinnetje, met wie ik wel veel verkeerde, Josephine Beker genoemd. En op een gegeven moment is Josephine Beker verdwenen. Maar ze is teruggekomen in het boek, hè? Maar ze, nou ja, dat boek, dat is wat een mens als illustrator is, heeft soms een paar keer een enorme bof. Mm-hmm. Dat is bij de uitgevers waar je terecht komt. En ik heb veel, in het begin vooral veel gewerkt voor schoolboeken. En die zie je dan nooit in de etalage liggen, maar het is wel brood. En het is ook niet echt vervelend, een goed schoolboek. En dan vooral als het goed uitgegeven wordt bij Wolters, was het buitengewoon goede boekverzorgster. Suzanne Heineman, die echt een voorbeeldige boekverzorgster was. Dan is het ook leuk om een Franse grammatica te illustreren. Doe liever een goede Franse, met goede boekverzorgster en een Franse grammatica, dan een slecht verhaal bij een slechte uitgever. En ik heb daar een hoop geleerd in die tijd dat ik voor Wolters werkte. En toen begon Querido. Ik heb ook voor Proefsma gewerkt. En toen begon Querido met de jeugdserie. En daar ben ik dus echt gestart voor de etalage. Mogen we nog even terug naar jouw jeugd? Want je vertelde dat je een boek bij je had. Ik ben afgelopen week rotgezocht naar dat boek. Ja, ik woon in het. Nee, ik heb het thuis, maar ik kon het niet vinden. Waar maar, nog te krijgen. Ja, want misschien kun je er een stukje uit voorlezen. Nee, want ik kan niet lezen. Ik kan niet meer lezen. Ik kan niet meer gericht zien. Ja. Dus ik kan geen letters meer lezen. Dus nee. Is het een idee van als ik een stukje uit voorlees om een beetje een idee. Ja. Maar heb je een bepaald fragment waarvan je denkt van dat... Want het geeft zo'n mooi beeld van jouw van de Jordaan bijvoorbeeld, hè? Daar waar je op bezoek kwam of... Nou ja, we woonden daar vlakbij. Ik ben geboren in, als iemand nog Oud-West kent, de Van Hogendorpstraat. Ja. Van Hogendorpstraat 150, prima. Komt er een gevelsteen? Ja, vast is het. Goed. Ja, hier heb je de Jordaan en de mensen, wat er op straat gebeurt. Hè? De Zeppelin is ook wel leuk, maar dat weet niemand meer. De Zeppelin? Ja. Graaf Zeppelin die over Amsterdam komt. Ja. Nou, die staat er ook. Ja, die staat er. Die heb je ook getekend. Ja. Even een stukje om een idee te geven van wat... Want dit heb je verteld en Guus Kuijer heeft het opgeschreven. Nou, is dat ik heb, zo? Nee, het ging zo. Ja.
1978. Toen zei de toenmalige directie van Querido, buitengewoon ja, voortreffelijke directie, Reinold Kuipers, misschien bij iemand bekend, en een van de grote uitgevers, en Tine van Buhl, die zei tegen mij, je mag maken wat je wil en wij geven het uit. Nou, dat is de droom dus, maar wat, dan zit je ermee, wat wil ik eigenlijk? En ik was me nog wel eens gekinderd, dat heb ik graag gedaan, altijd bij schoolklassen. En ik vertelde toen in een klas dat dit mij overkomen was. En die kinderen gingen allemaal meedenken. Wat ik zou kunnen doen en wat ik ook zou kunnen doen en wat ik misschien nog leuker zou zijn als ik het deed. Ik zei, ik zal het allemaal proberen te onthouden. En toen ik wegging, trok een jongetje aan mijn mouw en zei, mag ik uw telefoonnummer? Als ik al wat weet, bel ik u op. Toen dacht ik, wat wil ik eigenlijk? Eindelijk wist ik het en dacht ik, ik wil tekenen wat ik me herinner. Van de tijd dat ik 5 jaar was, 5, 6 jaar, in dat bovenhuis in die Van Hogendorpstraat. Want al is dat nog zo'n, die buurt was toen nog niet zo vervallen als die later is geweest. Het was toen een buurt van de kleine ambtenaren, onderwijzers, hè, nette buurt. Maar niet een buurt dat waar je nou van denkt, daar kan een kind dan dromen kwijt. Maar een kind kan dan dromen kwijt. Een kind kan overal zijn dromen kwijt, geloof ik. En toen heb ik die tekeningen gemaakt. En toen is Guus Kuijer, van wie ik de Madeliefboeken had geïllustreerd, is toen een dag bij me gekomen. Toen heb ik verteld wat die tekeningen voor mij betekenden. Hij heeft notities gemaakt en 3 weken later belde hij me op en las door de telefoon voor wat hij had geschreven. En toen zei ik, Guus, als mijn tekeningen net zo goed passen bij jouw tekst als jouw tekst bij mijn tekeningen, hè, dan zou ik heel blij zijn. En toen zei hij, dat is wel goed voor. En hij heeft dus de tekst geschreven zoals ik het niet kan, want ik kan wel een plaatje maken, maar ik kan niet schrijven. En hij wel. Ik heb 1 keer op het dak van ons huis gestaan. 1 keer maar. En toch vloog er meteen een vreemd voorwerp door de lucht. Een zeppelin. Echt waar. Trouwens, alle andere keren dat ik naar boven keek, stond er met grote letters Tourmac in de lucht geschreven. Het was gevaarlijk op het dak, vooral door dat woud van radioantennes. De buurvrouw is er een keer in verstrikt geraakt en verloor toen bijna haar hoofd. Als je de deur uitging, kwam je al gauw naar het Westerpark. Dat was een slecht park. De bomen deugden niet, de appels zaten vol gif en de vruchten van de esdoorn fladderden gemeen. En dan die verschrikkelijke gasfabriek op de achtergrond. Wat zou er gebeuren als dat ding uit elkaar barst, vroeg ik me af. Wat denk jij, Josephine Beker? Dan barst alles uit elkaar, zei Josephine Beker. De mensen ook? De mensen ook. Net als zuster Ursula van Prikkenbeek. Josephine Beker had gelijk. Het was een enge gasfabriek bij een eng park. Heel anders dan het luchtpark. Het luchtpark, dat was... Wij woonden 3 hoog en aan de overkant staken 3 boomtoppen. Ik denk van populieren, ja. Boven de huizen uit. En ik dacht dat daar een goed park was. Maar dat zag ik dus ook niet. Dat kon ik me alleen voorstellen. Op straat was het leuker. We gingen vaak naar de Jordaan. Dat was een arme buurt, maar de straten hadden bloemen en bomennamen. We kochten er granalen. De granalenpelsters zaten op de stoep voor hun huisje razendsnel granalen te pellen. Het waren sprietige, schele beestjes, die granalen. Maar het was gezellig om in de Jordaan te zijn. Ik werd er vrolijk van. Mijn tante woonde in de Goudsbloemstraat. Ze bezat een interessant kropgezwel. En een grammofoonhoorn om mee te luisteren. En een kakatoe. Ja, in de Jordaan moest je wezen. Er was op straat zoveel te zien. De vrouw van de zuurkar
schreed als een koningin voorbij. Ze riep, uitjes in de wijnaar zijn, kom maar, één centje maar. Dan was er de draaiorgelman met de man zonder beentjes die het geld ophaalde. De hoedendozenman bedolven onder lege hoedendozen die hij verkocht. De straatzanger die jammerlijke kreten slaakte en die beloonde door een ingepakte cent uit het raam te gooien. De man met de ratel die voor de vuilniswagen uitging. En verder werd iedereen de hele tijd begraven in hele mooie koetsen. De paarden droegen zwarte jurken. De vogeltjes waren dankbaar voor de paardenvijgen. En dan dit soort tekeningen erbij. Moet je in de pauze nog even bekijken. Was jij inderdaad dat verhuisde? Ja. Ik zou het er nog over hebben, over je huis. Maar je vertelde dat je op een gegeven ogenblik, je tekende als kind en op een bepaald moment ben je als professional gaan tekenen. Ja, maar daar zit een tijd tussen. Ja? We zijn toen ik 7 was verhuisd naar de Haarlemmermeer, omdat ik dus niet naar een gewone school meer kon, ik moest naar een school voor zieke kinderen. En dat vond mijn moeder niks. Ze heeft altijd geprobeerd mij niet het idee te geven dat ik een ziek, zwak, misselijk kind was. En toen zijn we verhuisd naar de Haarlemmermeer. En zaten toen ineens in een huis tussen akkers en sloten. En het is nu Badhoevedorp, maar het was toen nog gewoon Haarlemmermeer. En daar ging ik op de school met de Bijbel. Daar heb ik dus mijn schooltijd doorgebracht. Iedere ochtend kregen we een half uur Bijbelles. Ik ben dus doorkneed in het Oude Testament. Alle gruwelen en vreselijke verhalen van het Oude Testament heb ik gehoord. En het Nieuwe Testament kwam niet zoveel te sprake. En ik was een goede leerling. En ik tekende ook goed, maar je tekende toen op een. Je kreeg toen les, niet in tekenen, maar er waren tekenvoorbeelden die je na moest tekenen. Dat was dan, die waren, stonden op ruitjes getekend. En ja, dat kon ik wel goed. Ik herinner me nog een melkkan aan profiel. Die was, ja. En de meesters zagen wel dat ik wel beter kon dan die melkkan. En die brachten dan prentjes van huis mee die ik na mocht tekenen. Dan kun je zeggen, dat is toch vreselijk onderwijs. Ik vond het uitstekend. Ik wilde heel graag die landschapjes natekenen. Vond ik heel erg. Het was ook niet dodend voor mijn fantasie. Thuis tekende ik wel wat anders. En toen moesten we naar de middelbare school. En ik kwam van die kleine school met de Bijbel. En ik was het enige kind, zo was dat toen, in 1937. Ik was het enige kind dat naar het middelbaar onderwijs ging, van die hele klas. Al die boerenkinderen en kinderen van, ja, mondarbeiders nog vaak, maar zelfs ook van de boeren, die gingen niet naar het middelbaar onderwijs. Dus ik moest alleen naar Amsterdam, naar het Hervormd Lyceum. Ik ben daarheen gegaan, ik heb toen gezegd, ik heb dat allemaal goed gedaan, ik was echt een goede leerling. En ik zat in die klas en ik begreep die mensen absoluut niet. Kwamen we steeds van een andere manier, waarom mij waren allemaal manieren. Er was volgens mij geen enkele mevrouw bij. Die kwamen binnen en ik herinner me dus als een soort schrikbeeld een man die voor de klas kwam. Volgens mij had hij een houten been, maar dat is vast niet waar. En die zei, stelde zich op voor de klas, al die kinderen die net op school kwamen. En zei, ja, het is best begrijpelijk wat hij zei. Als ik een punt voortbeweeg, krijg ik een lijn. En toen was ik al. Ik heb daar toen verder de hele dag in die klas gezeten. En nog een dag in de klas gezeten. En nog een dag in de klas gezeten. En op een gegeven moment, na al die dagen in de klas zitten, kwam school op een gegeven moment de rector van de school bij mij in de bank. En die zei toen tegen mij, Mansje, ik heb gehoord dat jij zo mooi kan tekenen. Dat was natuurlijk een veegteken. Er was in de leraarskamer gezegd wat er nou in die klas was. Nou, toen heeft zij mijn ouders hebben de huisarts
Want ik bleef ook s'nachts rond te wandelen. Wat ook natuurlijk niet echt het goede herraadzaam was. En die huisarts heeft toen, heb ik later gehoord, tegen mijn ouders gezegd, nou ja, als je dan al laat, krijg je een zenuwpatiënt. Dus, en toen ontmoette mijn, de verloofde van mijn zusje, ontmoette de zuster van de secretaresse van zijn vader. En ze waren allemaal zo begaan met mijn verleden blijkbaar, dat hij dat aan die zuster van de secretaresse van zijn vader vertelde. En die zei toen, oh, mijn zusje die werkt op een school, dat lijkt me de uitgesproken school voor dit geval. En dat was het Montessori Museum. Dat was toen een heel kleine particuliere school. En daar ben ik toen naartoe gegaan en heb daar zeer gelukkige schooljaren gehad. Met uitstekend tekenles. Ik wil graag iets anders vragen, want als je kijkt naar jouw jaartallen, dan was jij, toen de oorlog uitbrak, was je een jaar of 14, 15. Ja. En toen die afgelopen was, dus een jaar of 1920. Ja. Ja. En dat lijken mij cruciale jaren in ontwikkeling naar volwassenheid toe. Hoe maakte jij de oorlog mee nou, als kind? Kijk, we woonden vlak bij Schiphol, dus daar werd toch wel eens gebombardeerd. Maar in het begin, ja, je ging weer naar school en je moest je huiswerk maken. En hè, in het begin, hè, de Joodse kinderen waren in het begin nog niet van school weg. Hè, dus in 1942, toen dat wel gebeurde, dat was dan een schokkende gebeurtenis natuurlijk. Maar er gebeurde verder eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. Ja. Mijn vriendinnetje Bets, die ging naar het Joods Lyceum. En dan ging je er nog eens op de fiets heen. En ja, dan was Bets weg. Die is ondergedoken. Maar dat wist je natuurlijk niet. En in 1943 moest je eindexamen doen. En ja, toen ben ik nog even op de kunstnijverheidsschool geweest. Ik ben niet zo erg goed, niet zo erg geschikt voor opleidingen, geloof ik. Want daar vond ik het ook buitengewoon akelig. En toen heb ik verder op het Montessori Lyceum, ben ik nog gaan werken met mijn zeer jonge tekenleraar. Een bekende tekenaar, later ook wel Piet Klaassen. Ik weet niet, sommigen van jullie zullen hem kennen. Ja. En een buitengewoon goede leraar. En toen die onder moest duiken, toen heb ik de tekenles gaande gehouden met mijn 18, 19 jaar. Dat ging wel. Mm-hmm. En nou, zo ben ik doorgegaan eigenlijk. En na de oorlog heb ik geprobeerd dus een voet aan de grond te krijgen als illustrator. Mm-hmm. En toen ontstond er op Montessori Lyceum een noodtoestand, zodat de leiding van de onderbouw, de leidster van de onderbouw werd ziek. En ze hadden 3 maanden iemand nodig en ik had dat alles in die tekenles gedaan. Dus ze vroegen mij of ik dat 3 maanden wilde doen. En ze konden niemand vinden en toen ben ik 8 jaar gebleven. Ik heb daar toch geen spijt van. Ik dacht, ik ben om 2:30 'smiddags klaar. En daarna kan ik dan toch, maar als je 50 kinderen aan je rokken hebt gehad, dan ben je 's middags echt wel moe, ook al ben je nog jong. Dus op mijn 30ste heb ik ontslag genomen en ik was ook volstrekt onbevoegd. Dus ik had al een bevoegdheid moeten gaan halen. De tekenles heb ik nooit gegeven. Ik heb dan toneel met toneel meegedaan en zo. En toen ben ik dus gestart. Op goed geluk. Maar ja, ik hoefde geen kinderen eten te geven, dus ik kom met weinig toe. Ik keek naar de site van de Koninklijke Bibliotheek, naar hoeveel titels daar staan van jou. Ja, ik heb niet stilgezeten. 294. Ja. Is dat echt veel, wordt gevraagd. Ja, maar weet je, 294 titels, weet je nog het
het eerste boek wat je illustreerde? Nou, het eerste wat ik geïllustreerd heb, dat was voor dat had de geschiedenisleraar van het Montessori Lyceum geschreven. En die vroeg of ik daar tekeningen bij wilde maken. Dat was dus in 1946, denk ik zeker. En nou ja, daar heb ik allerlei technieken op geprobeerd. En dat is bij Tieme uitgegeven. Het boek van Thijs en Klaartje heette dat. Nou ja, en dan komt er een lange stilte. En dan komt het eerste boek dat ik voor de arbeiderspers heb gemaakt. En daar zat Reinhold Kuipers, die was toen directeur van de arbeiderspers. En die was de uitgever van Carmichelt. En in die tussentijd had ik kennis gemaakt met de Carmichelt-familie. En iedereen was vergeten dat ik eigenlijk tekenaar was. En toen kwam het eens ter sprake en toen liet ik eens wat zien. En toen dacht Simon, god, dat is toch wel wat. En die heeft mij toen geïntroduceerd bij Reinhold Kuipers. En ik weet nog wel dat eerste bezoek dat ik bij een uitgever bracht. Ik had daar geen ervaring mee, want Tieme had ik nooit gezien. Ik kwam op het Hekelveld, als iemand nog weet wat dat daar was. Het enorme gebouw van de arbeiderspers, het is nu afgebroken. In mijn gevoel een enorme kamer met een enorm bureau. En daarachter zat een hele grote man, dat was het inderdaad. En ik rookte niet. En iedereen rookte vroeger. Dus ik zat daar en hij schoof dus een pakje sigaretten naar mij toe. En ik dacht, oh, ik ben nu groot, ik doe nu zaken. Dus ik moet roken. Dus ik heb iets zitten doen met die sigaretten. En het gesprek was, hij was een Groninger, niet zo'n erge prater. En hij schoof me toen een tekst over dat bureau. En zei toen, nou, doet u dat maar. Het was een tekst van Han Hoekstra. En toen zei ik, ja, maar wat vindt meneer Hoekstra dan van? En toen zei hij, meneer Hoekstra? En toen wist ik voorgoed dat je voor de uitgever werkt. Ja. Je werkt niet voor de schrijver. De uitgever geeft je de opdracht, die heeft met de schrijver eventueel overlegd. En ik heb ook nooit behoefte gehad om voortdurend in contact met schrijvers te gaan treden. Want je werkt, je levert je werk toch bij de uitgever in. En als die schrijver daar dan gaat zitten huilen, nou ja, dat kan ik ook niet helpen. En dat was het schoentje van Roosmarijn. En dat heb ik toen geïllustreerd. En toen een half jaar, drie kwart jaar of een jaar later, ik weet het niet precies, belde Reinhold Kuipers mij op. Ik woonde toen ergens op een kamer, want ongetrouwd zonder kinderen kreeg je geen woonvergunning. Dus je moest maar zien waar je bleef. En mijn hospita riep mij naar de telefoon en dat was Reinhold Kuipers. En die zei, ik wou u even zeggen dat dat boek, dat dat schoentje van Roosmarijn, dat is bij de 50 best verzorgde boeken. Ik zei, is dat leuk? Toen zei hij, ja, dat is leuk. Nou, dat was dus leuk. En natuurlijk was dat leuk. Maar ik was zo onbekend in die wereld, dat ik dat allemaal niet zo goed wist. En toen ben ik langzaam, ben ik er dus, wat je noemt, ingekomen. Maar wat toen nog wel was, en de Heer zijn geprezen, waren de contracten veranderd in 1972. Als je een boek illustreerde, dan werd je één keer betaald voor de omslag en de illustraties. Had dat boek succes, kreeg je niks meer. Ook al stond dat boek stijf van de illustraties. De auteur kreeg dan nog wat, maar de illustrator niet. En dat is in 1972 veranderd, toen de contracten zijn veranderd, dat we ook bij een herdruk nog een percentage kregen. Stel nou dat ik die boeken van Guus Kuijer, de Madeliefboeken, waar we nu in de 28e druk zijn, had geïllustreerd voor 1972. Dan was mijn contract zo geweest dat ik nu ook van die 28 drukken niks meer had gekregen. Ik heb voor mevrouw, weet je nou toch, kende schrijfster. Nou, nee.
de kinderkaravaan. En ik heb voor Anne Rutgers van der Roef een paar boeken geïllustreerd. Dat was voor 72. Mm-hmm. Er is een paar jaar geleden nog één herdruk, maar dat ging toch niet meer, want het is toch te ouderwets geworden, blijkbaar. Maar daar zou ik dus niks meer voor gekregen. Dus sinds 72... Ben je een rijke vrouw? Ben ik niet zo... Ja. Nou, zeg het maar eerlijk. En je moet dit vak niet gaan kiezen om rijk te worden. Nee. Ook nu nog niet. Nee. Ja, behalve wanneer je... Ja, een van de hele grote bent. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel ontzettend geluk gehad dat je ook schrijvers, boeken van schrijvers hebt mogen illustreren, kunnen illustreren. En dat die boeken ook goed gingen. En met Annie Emmerich Schmid heb je geïllustreerd. Ja. De boeken van Guus Kuijer, boeken van Toon Tellegen. Ja, maar ja, dat weet je van tevoren niet. Nee. Dat Madelief een succes werd, dat wisten we niet. Want het was het eerste boek dat Guus Kuijer uitgaf als kinderboek. Ja. Dus, ja. En voor Annie Schmid, ja, dat is een hoofdstuk apart. Die heeft dus een serie geïllustreerd voor Wolters. Dat waren schoolboekjes. En Waaidorp heette dat. En er was een buitengewoon aardige directeur bij Wolters, meneer Bouma. En die ging met pensioen. En die was die serie begonnen met Annie Schmid. En ik mag Groningers erg graag. Ik kom ook graag in Groningen. Het is een stad, als ik niet in Amsterdam zou wonen, zou ik misschien nog wel in Groningen kunnen aarden. Maar echt goed omgaan met Annie Schmid, dat konden ze niet. De nieuwe directie van de basisschoolafdeling. Dus ieder deeltje dat Annie Schmid maakte, ontstond ruzie. En die Groningers hadden zoiets, ja, dat mag dan wel een heel bekende schrijfster zijn, maar daar hebben wij niet zoveel boodschap aan. Dus dan was er weer een pauze en dan kwam er weer een deeltje. En op een gegeven moment kreeg ik een briefje van Annie Schmid. En die zei, erin stond, lieve Mans, ik begrijp dat die kinderen, het ging over twee jongetjes, één woonde hoog en de ander laag. Ik begrijp dat die jongens je neus en oren uitkomen. Wil je een draak? Zeg het maar, ik lul hem er wel in. Nou ja, kijk, die draak heeft ze er niet in geluld, maar wel een omgevallen groentekar die je vroeger nog wel eens zag, waar groenten zo opgesteld stond en die langs de huizen kwam. Ja, die waren nergens meer. En ik zat mijn noten klagen bij de coffeeshop Nero in de Vijzelstraat. Daar zat Henk Molenbergen, toenmalige toneelspeler, zaterdagavond. En die zei toen, oh, bij mijn zuster in Groningen, daar heet er nog een. Ik bel vanavond nog even op. Nou, die zuster in Groningen heeft toen die groentekar gefotografeerd voor me. En toen wist ik hoe dat eruit zag. Want ik ben een ontzettende Piet Lut. Ik wil wel graag dat de dingen kloppen. Mansen, ik ging op zoek in mijn boekenkast, waar veel Guus Kuijer en Toon Tellegen in staat, en dus ook tekeningen van jou, maar ik vond een heel oud boekje waar je aan meegewerkt hebt. Nou, dat is niet. Misschien heb ik het zelf niet meer. Dat heet Een pluim voor Pietertje. Oh, en dat is een boekje over de een voorbereiding over de eerste heilige communie. Ja, dat weet ik, dat is voor dat weet ik ook wel. Ja, vertel eens. Het staat stijf van braafheid. Band en printjes van Mansen Post. Ja, maar de uitgever. Vlaamse Boekencentrale Antwerpen. Oh ja, maar het was in eerste instantie was het van die katholieke uitgever in Brabant. Zwijsen is dat misschien? Nee, die andere. Malmberg? Ja, Malmberg. Ik heb voor Malmberg heb ik een paar. Als ik op een stand. Ja. Afvallen. Die vroegen mij of ik een paar boekjes wilde illustreren. Toen zei ik, ja, maar ik ben niet katholiek. Nou, dat gaf dat niet. En ik dacht, nou ja, het zijn katholieke boekjes. Dus ik geloof dat er geen enkele katholieke tekenaar is geweest die zoveel pastoors en nonnen in de boeken heeft gegeven. En ik kreeg dus
later commentaar van ze dat ik de sfeer heel goed had aangevuld. Nou, even een stukje voor de sfeer. Nou, het was een heel braaf boekje. Maar ik ben het eerlijk gezegd ben ik het vergeten. Ik weet nog wel lekker spannend. Het gaat over Pietertje. Die doet dus eerste communie, moet voorbereid worden. Heeft ook een vriendje, die heet Paul, dat allitereert morgen. Paul is het leuk, want daar zijn heel veel kinderen. Pietertje is alleen, maar de moeder van Paul is ziek. En die wordt opeens opgenomen. En hoe moet het nu met het heilige communiefeest, met een zieke moeder in het ziekenhuis? Wat nu? Op school hebben alle jongens gebeden voor de moeder van Paul. Dan beginnen ze gewoon met de les. Pietertje kan haast niet opletten. Ik ben helemaal niet blij meer, denkt hij telkens. Wat akelig is dat. Iemand die echt blij is, moet toch tegen een stootje kunnen. Maar ik kan niet meer blij zijn, nu Paul zo verdrietig is. Na de les mogen ze gaan oefenen in de kerk. Als Paul en Pietertje in de bank knielen, voelen ze zich opeens toch weer een beetje blij. Het is of Jezus tegen hen zegt, ik ben er toch om jullie te troosten. Ik heb al zoveel mensen getroost. Zou ik jullie nu in de steek laten? Zo gauw de oefening voorbij is, lopen ze op een drafje naar huis. Tante Lou staat voor het raam. Ze maakt dadelijk open en kust Paul op zijn bolletje. Misschien ben ik daarom nu atheïst. Zeg, maar 2007 was een heel belangrijk jaar voor jou, want toen kreeg je een heel belangrijke prijs. Namelijk de Max Veldhuisprijs. En dat is te vergelijken, voor illustratoren is dat te vergelijken met de PC Hoofdprijs. Het is de PC Hoofdprijs, maar dan voor illustratoren. Het is van de PC Hoofdstichting. Ja. De Max Veldhuisprijs, die werd toen ingesteld, wordt om de 3 jaar uitgereikt. Dus in 2010 ook, dat is de laatste van Tae Chong King. Maar jij kreeg de eerste in 2007. Ja. Een PC hoofdniveau had je. Ja. Werd toen gezegd. Ja. Ja. Hoe was dat? Nou ja, dat was een beetje eigenaardig. Ik zat 's middags thuis. Zoals ik meestal 's middags thuis zit. Aan het eind van mijn dierbare. Ik heb wel geen kinderen, maar ik heb wel 4 kleindochters. Er zijn kinderen die veel te veel grootouders hebben. Omdat al die mensen scheiden en ze dan allemaal dubbele grootouders of 4 dubbele grootouders hebben. En er zijn een paar kinderen die helemaal geen grootouders hebben. En ik heb 4 meisjes die geen grootouders hebben. En nou ja, daar functioneer ik als grootmoeder voor, met veel plezier moet ik zeggen. En een van deze meisjes zat bij mij te tekenen, een meisje van 18 al. Ze is clarinetist, maar ze tekent ook heel goed. En toen ging de telefoon en toen kreeg iemand aan de telefoon en die zei ik, meneer Halsema, u kent mij niet, kunt u even gaan zitten? Nou, in alle series is er dan iemand dood. Dus ik ging zitten en toen zei iemand dat hij die prijs had gekregen. En toen zei ik, Jezus Christus. En ik was ontzettend geschrokken. En nou ja, toen bleek dat ik die PC Hoofdprijs, de Veldhuisprijs, had gekregen. Ja. Toen was het in de buurt, hing toen een prijskaartje aan, want het bedrag had ook in de krant gestaan. En het is namelijk net zoveel geld als een schrijver krijgt. We waren helemaal ineens opgetild tot de hoogste tree van de trap. Noem het bedrag. 60.000 euro. Zo. Ja, mooi. Rondje van de zaak. En dus ik ben dan bekend in de buurt, maar toen hing er een prijs aan mij. En, maar mensen waren daar heel aardig over. En ik herinner me dat ik bij de slager stond. En daar stond Joep van het Hek, die ook toen nog in de buurt woonde. Hij is kort geleden verhuisd. En die feliciteerde mij. En die zei toen, Walter, zal ik je tas naar huis dragen? En zei, nou, Joep, kom. Vind ik een beetje weinig. En jij hebt zoveel prijzen gehad, maar nooit zoveel geld. Ja. Nou ja, ik heb nog enig goed werk daar ook mee gedaan. Wat vroeger moest en wat nu mag.
En ik heb dus een bijdrage geleverd aan het verzameld werken van Karel van Dreven. En die ik zeer mis nog altijd. Ik zou heel graag op het ogenblik nog willen lezen wat Karel ervan vond. Een kleine troost is voor mij, kom, heb die Utrechtenaar, jullie, doe nou help me even. Ja, ja, een Utrechtenaar, help. Gipper? Hè? Gipper, Giphart? Nee. Hij is een leraar. Van Rosdag. Maarten van Rossum. Maarten van Rossum kan mij een klein beetje troosten voor het feit dat Karel er niet meer is. Die alles een beetje in een baan leidt voor mij. Maar goed, daar heb ik dus van mijn prijs nog aan mee kunnen werken. Maar het is een mooie serie geworden, prachtige boeken. En nu is binnen jouw boekenlijst, nummer 293 of 294, moet ik even van afwezen, dus net uit dit boek. Een lied voor de maan. Ja. Nou ja, dat heeft ook weer een geschiedenis. Vertel. Ik had werken helpt vaak. He, er zijn mensen die zeggen, er is zoveel, ik heb zoveel verdrietigs, ik kan niet meer werken. En anderhalf jaar geleden, had ik erg veel verdriet omdat twee van mijn meest dierbaren, die ik allebei als kind gekend had, terminaal ziek waren. En mijn neef, tante Zeggen Hans en Marianne Carmichelt. En ik had niks te doen. En toen dacht ik, ik moet wat gaan doen en ik moet maar wat verzinnen. En toen heb ik wat verzonnen, gewoon om bezig te zijn, om niet alweer met dat, alleen maar dat verdriet te hebben. En toen heb ik bedacht dat een mol, misschien komt dat omdat ik in een souterrain woon, dat ik een zekere affiniteit met een mol heb. Die mol kan de zon niet verdragen, maar de maan wel. Dus 's avonds of 's nachts komt hij wel buiten en geniet dan van de nacht. Maar hij vond die maan zo eenzaam in de lucht staan. Hij dacht, die maan is misschien wel een beetje treurig. En toen is de mol een lied gaan schrijven voor de maan. Om hem een beetje op te fleuren. En hij had een goede connectie, de mol, met de sprinkhaan. En de sprinkhaan, ik heb de sprinkhaan genomen als dirigent, omdat hij gewoon van nature al een brokkostuum aan heeft. Nou, die sprinkhaan heeft ernaar gekeken en die zei toen, nou, dat zal ik gaan uitvoeren. Die is dat gaan uitvoeren met drie muizen en een kikker. En hij is toen dat lied gaan spelen voor de maan, maar de maan werd helemaal niet vrolijk. En ja, ze zaten ermee en toen kwam de krekel op een zeer muzikaal dier. Die keek naar die partituur en die zei, ja, het is mineur. En toen die mond eruit. En dan. Maar ik wist eigenlijk op muziek. Mijn vader was zeer muzikaal, maar ik weet van, hè, dus ik hou wel, denk ik, van muziek. Ik zing heel vals. Ik zing heel lelijk ook. Een van mijn kleine jongetjes, voor wie ik altijd wel veel gezongen heb, zei toen hij 5 jaar was tegen mij, Mansen, kun jij die liedjes ook gewoon zeggen? Toen wist ik dat ik een muzikaal kind was. Maar toen kwam ik bij de kruidenier. Zo'n onbespoten kruidenier die wij in de buurt hebben. Ik kwam Ed Spanjaard tegen, wiens ouders ik vroeger wel kende toen hij nog leefde. En we wisselden zo even uit van hoe gaat het met jou. Ed Spanjaard is een dirigent en pianist. En hij was dirigent van het Limburgs Orkest. En ik zei, ja, daar ben ik mee bezig, maar ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat kan. En toen heeft hij bij de kruidenier mij een toonladder voorgezongen, mineur en majeur. Hij zei, het kan. Dus, nou ja, toen ben ik verder gegaan.
Maar niemand wist waar ik mee bezig was, maar dat wordt dan toch een praatje. En toen hoorden ze dat bij Querido en toen ik belde op en zei, ik hoorde dat je met iets bezig bent, toen zei ik ja. Maar ja, en toen is er toch een boek van gekomen. Maar dit is het laatste boek dat ik nog in deze techniek kan maken, want ik heb dus een afwerking aan mijn ogen die ik zelf eigenlijk ook niet goed begrijp. En ik zie jullie allemaal wel, maar als ik naar u kijk, dan zie ik wel dat u uw handen, armen over elkaar, maar de trekken van uw gezicht zie ik niet. En dat is een vage. En dat zie ik van u ook niet. En met dit boek zie ik weer wel. Maar ik kan dus mijn pen op papier niet meer volgen. Als ik mijn naam zet, moet ik ook, of iets schrijf, moet ik mijn pen niet van het papier halen. Want anders weet ik niet meer waar ik gebleven ben. Dus ik schrijf niet meer zulke mooie brieven. Maar zo zal ik ooit geschreven hebben. Maar toen is het toch een boek geworden. Toen is Toon erbij gekomen. En die heeft bij de prenten die ik af had, heeft hij de tekst geschreven. Bij een Binsbergen kwartet met wie hij wel optreedt. Die hebben het lied voor de maan gecomponeerd. En waar ik, de boekverzorgster waar ik veel mee gewerkt heb bij Querido, Barbara van Doorn Tormans, die heeft, als dit er normaal en prettig en mooi uitziet, dan is dat vooral haar werk. Want wat in mijn vak, de mensen die vaak over het hoofd worden gezien, dat zijn de boekverzorgers. Degene die de titels maken, de letters maken, de verdeling van de pagina's. En ik ben wel eens bij een presentatie van een prentenboek geweest, een heel moeilijk prentenboek. Dat kon ik zo wel zien. Dat er heel goed uitzag. En iedereen werd bedankt bij de presentatie. Bij wijze van spreken was de hond van de buren. Maar de vormgeefster niet. En na afloop heb ik gezegd tegen degene die dat boek geschreven had, heb je niet iemand vergeten? En toen ik die veldhuisprijs heb gekregen, dan moet je ook bedanken, je moet iets zeggen. En toen dacht ik, nou heb ik mijn kans. En toen heb ik alle vormgevers met wie ik gewerkt heb. En dat zijn eigenlijk altijd hele goeie geweest. Wim Mol van de Arbeiderspers. Mol? Ja. Ja, Suzanne Heineman, Barbara van Dongen Torman, Carina Meister. Dat zijn zulke belangrijke mensen voor het uiterlijk van het boek. En ze staan met zulke kleine lettertjes, ik begrijp dat ook wel. Maar ik vind dat ook degene die schrijvers, nou ja, maar illustratoren moeten weten hoe belangrijk die mensen zijn. En in dit boek, wat echt heel erg moeilijk voor mij geweest is om daar een goed geheel van te maken, vooral omdat ik het ook niet meer kon aanvullen. Als ze nog iets nodig had, dan kon ik dat niet meer. Hoe heb je deze tekeningen dan kunnen maken? Als het Nou, dat voelde. Nee, maar ja. Want ik heb gehoord van dat je nu tekent op een iPad. Nou ja, kijk, dat was natuurlijk wel treurig. En toen zei de redacteur van Querido die ik nu heb, eerst was het Jacques Domen, nu Dick Zweekhorst, ook de redacteuren zijn van Grondel. Die zei, probeer het eens met een iPad. Nou heb ik geen computer en ik ben ook in dit soort dingen, ik ben geen bekwaam hanteerder van dit soort dingen. De telefoon gaat heel goed en dat, dit vind ik, ik had ook geen computer nodig, vond ik. Maar hij zei, probeer het eens met een iPad. Toen heb ik dus een iPad gekocht en mensen die daarvan weten, die weten dat een Apple II, dat een heel begeerenswaardig ding is. Want iemand zei, wil je dat niet openlijk op je werktafel laten liggen? Je kunt zo naar binnen kijken, want het is erg begeerlijk. Dus ik leg nu een donker papiertje over mijn iPad. En ik kan op dat verlichte schermpje, met mijn vinger, kan ik nog wel iets maken. Maar je moet wel vergeten hoe je het vroeger deed. En ja, het is geen nieuwe carrière,
Maar het is wel een nieuw avontuurtje. En ja, ik ga er wel over. Ik heb nu het eenvoudige programma, er is nog iets, een moeilijker programma. En dat wil ik ook nog proberen onder de duim te krijgen. Maar daar kun je dus allerlei effecten mee krijgen die ik misschien helemaal niet begeer. Maar ja. Ik weet niet, misschien moet ik een pseudoniem nemen en een nieuwe carrière. Latse Post, een lied voor de maan. En het is hier te koop. En er zijn ook gesigneerde exemplaren door Latse. En er zijn ook nog ongesigneerde, maar wij krijgen haar wel aan het werk. Aan het werk, met de veelstift. Nu staat in dit boek... Lex, ik weet het niet van of ik nu iets heel ingewikkelds ga vragen, maar hier staat dat lied voor de maan, dus eerst in mineur en dan in majeur. Zou ik, kunnen wij dat horen of zeg je van, nou, dat had je eerder moeten vragen. Maar je kunt het, blijkbaar staat ook ergens, ja? Ik niet kan lezen, dat je het kunt downloaden, dus staat dat? Ja, dat bestaat. Maar het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we het zouden kunnen horen, maar misschien is dat wel te veel. Misschien heeft het een iPad bij. Nee. Gaan we niet doen. We stoppen ermee met dit programma voor de pauze. Dit was Mansenpost met een lied voor de maan en al die liederen die dat allemaal...